Er zijn hele lange tijd geen, zijn er geen inkomsten geweest. Uh, ik heb gelukkig al die tijd gewoon mijn personeel kunnen blijven betalen. Dus daar ben ik echt heel blij om. Maar uh, het is ook echt nodig dat we weer open gaan. Dus uh, ja, please dinsdag. Dat zou echt heel fijn zijn. Het gerucht doet al dagen de ronde. Maar morgen hoopt kapster Wendy Lommers officieel te horen dat haar salon aan de Leidse Haarlemmerstraat weer open mag. Uh, nou, op zich de maatregelen die we hadden, die hebben we nu nog steeds. Dus die houden we. En het is nu aan uh, de persconferentie of daar nog extra maatregelen bij komen. En dat was in de vorige lockdown nadat we open gingen, eigenlijk ook weer. Hè. Toen uh, was het de eerste week echt super druk. Dus was het echt uh, even werken aan het systeem en uh, alles goed organiseren. Maar dat is ons heel goed gelukt. Dus uh, dat gaat deze keer ook weer lukken. De kapsalon van Lommers is al sinds 15 december gesloten. Ja, dat is echt uh, heel lang. We hebben ons wel bezighouden met uh, trainen uh, in de salon op Oefenhoofden. En okay. dan echt op afstand en maar met weinig personen. En we hebben heel veel online gedaan. Dus dat is ook wel ja, een mooie manier om toch uh, bij te blijven. En ja, wat stilzitten, dat kunnen we niet. Dus we hebben echt van die, uh, van die koppen waar we dan uh, op kunnen vlechten, permanent. Uh, uh, knippen, dat houdt een keer op. Ze zijn een keer te kort. Dus dan uh, moet er weer een nieuw hoofd komen. Uh, maar het is wel een hele mooie optie. Uh, en op het gebied van kleur kunnen we wel heel veel online doen. Dat is vooral theorie. De kapster weet wat haar te wachten staat. De eerste twee weken is echt een hele drukke periode, of drie weken. En dan is het echt even knallen met z'n allen. Uh, en daar zijn we ons ook echt op aan het voorbereiden. Maar het belangrijkste is dat we gewoon uh, mensen weer mooi gaan maken. En onze klanten weer blij kunnen maken. En daar worden wij ook blij van.